Goedemorgen allemaal. Wat goed dat jullie er zijn. Ik vind dat eigenlijk een applausje waard. Dus een applaus voor jullie zelf. Ik klap in ieder geval. Voor iedereen die thuis kijkt, een applaus dan alleen in je kamer voor deze mensen dat ze er zijn. Ja, toch? Goed. Welkom. We gaan vandaag eigenlijk een start maken met het laatste blok. Maar tot nu toe hebben we in alle voorgaande blokken, nou ja, eigenlijk wel een beetje alle paramedische tests gehad die we, nou ja, kunnen bedenken die vrij relevant zijn voor psychologisch onderzoek. Er zijn er natuurlijk wel meer. We hebben ook gezien dat een aantal tests die we hebben gehad, bijvoorbeeld de MANOVA, dat die eigenlijk al uit te breiden is. Jullie hebben gezien dat er een covariaat aan toegevoegd kan worden en dan zit je al meteen op een MANCOVA. Dus je hebt in feite al wat tools meegekregen om aan de slag te kunnen met, nou ja, het meeste psychologische onderzoek designs. Daarmee heb je gezien van, heb je geleerd om een aantal van die designs toe te passen. Je hebt nu ook kunnen zien dat er meer is. En een van de dingen die we steeds hebben gezegd bij al die verschillende statistische toetsen die we hebben uitgevoerd, is dat er voldaan moet worden aan assumpties, bergassumpties. Dus de data, de varianties moesten gelijk zijn. En op populatieniveau moesten de toetsingsgrootheid normaal verdeeld zijn. Al dat soort assumpties kwamen aan de orde. En in sommige gevallen, als er een kleine schending was van een van die assumpties, bijvoorbeeld met zo'n independent sample t-test en de varianties waren niet gelijk, dan had zo'n t-test nog wel de mogelijkheid om een kleine correctie uit te voeren, waardoor je alsnog zo'n test kon uitvoeren. Dat heette allemaal parametrische testen. Maar soms, ja, dan zit het gewoon wat tegen. En dan blijken er schendingen te zijn van de assumpties, waar je eigenlijk niet meer zomaar voor kan corrigeren. En in die gevallen hebben wij non-parametrische tests die we zouden kunnen uitvoeren. Die zijn er niet voor alle toetsen. Er zijn er een paar waar er deze alternatieven voor beschikbaar zijn. En we gaan er vandaag eigenlijk vier bespreken en die relevant zijn voor de alternatieven van de toetsen die je tot nu toe hebt gehad. Dat betekent dat er ook natuurlijk voor bepaalde designs geen non-parametrisch alternatief is. In dat geval hebben we gewoon pech. Maar eerst is eventjes voor ogen krijgen wat die non-parametrische statistiek nou eigenlijk is en wat dat anders maakt dan de parametrische statistiek. Dus ik heb hier de twee eventjes tegen elkaar afgezet. Dus als we het hebben over de verdeling van de data, of van de populatiegegevens, dan veronderstelt parametrische statistiek dat die normaal verdeeld moet zijn, terwijl de non-parametrische statistiek daar eigenlijk geen uitspraak over doet. Dat maakt niet uit. Het kan welke distributie dan ook zijn. Er zijn een aantal voorwaarden die natuurlijk gelden voor überhaupt experimenten die je uitvoert, namelijk dat je sampling, de proefpersonen die je selecteert, dat die random geselecteerd moeten zijn. Als je heel specifieke keuzes maakt welke mensen je in de ene en welke mensen je in de andere groep stopt, ja, dan heeft dat invloed op de resultaten. Dus die blijft hetzelfde voor beide methoden. Die parametrische statistiek, zoals we dat al gezien hebben, is nogal gevoelig voor outliers, hè? Dus we hebben die regressieanalyses gedaan en we hebben gezien dat als er één waarde is die ontzettend afwijkend is, dat hele regressiemodel eigenlijk daardoor beïnvloed wordt. Dus zo'n parametrische toetsing is nogal gevoelig voor outliers, terwijl die non-parametrische statistiek dat niet is. Daar zullen we straks naar kijken. Die parametrische statistiek, dat werkt goed met grote datasets. En heeft wat minder accurate voorspellingen op het moment dat we met kleinere datasets gaan werken. Dus in die zin heeft die non-parametrische statistiek daar wat voordeel in. Maar grote datasets kunnen eigenlijk ook wel met die non-parametrische statistiek. Want het is niet per se dat het daar alleen maar geschikt voor is. Dus dat zijn de verschillen daar. En een van de punten die ook wel eens een beetje benoemd wordt, is dat de snelheid, dus waarmee je berekeningen kan uitvoeren met parametrische statistiek, wat sneller gaat dan met de non-parametrische statistiek, die begint een beetje triviaal te worden, dat argument, omdat de snelheid van het kunnen rekenen sowieso toeneemt. Dus of je nou een parametrische toets uitvoert in SP6 of een non-parametrische toets in SP6, je gaat daar qua snelheid niet zoveel van merken, denk ik. Dus
Maar goed, dit zijn een beetje de punten die altijd naast elkaar worden gezet als we het hebben over parametrische versus non-parametrische statistiek. Is dat een beetje helder? Vraag? Ja, dus als je deze twee naast elkaar zet, dan zou je misschien wel kunnen denken dat het non-parametrische statistiek überhaupt beter is. Een van de punten is dat de power met de non-parametrische statistieken wat lager wordt. Dus je hebt met het gebruik van parametrische statistiek een hogere power ten opzichte van die non-parametrische. Dus dat, vandaar dat de voorkeur gaat, als het enigszins mogelijk is, naar parametrisch. Mocht dat niet lukken, dan is dat het alternatief. Dus die mag er eigenlijk wat bij, hè? Maar ga ik het toevoegen. Oké. Goed. Die hele non-parametrische statistiek die is gebaseerd op ordening. Dus wat we tot nu toe gedaan hebben steeds, als we het gehad hebben over een afhankelijke variabele, is dat we gewoon gekeken hebben van, nou, wat zijn de waarden van die afhankelijke variabelen? Wat zijn de scores die er behaald zijn op een test? Wat zijn de scores die er behaald zijn op een persoonlijkheidsvragenlijst? Of wat zijn de scores of de maten die je hebt gemeten? En dat is het, zeg maar, de variabele waar je mee aan de gang gaat. Met non-parametrische statistiek worden die variabelen die je normaal gesproken gebruikt omgezet in rangen, in ordeningen. Dus met andere woorden, als je scores hebt, zet de laatste aan de onderkant en steeds eentje hoger en degene die oplopend daarboven. En dat brengt je, geeft je een ordening. Dus wij hebben hier bijvoorbeeld twee variabelen, x en y, gedefinieerd. 1, 4, 6, 7, 8, 9. Hieronder ook, alleen die laatste waarde die is 39. Dus hier zit een absoluut duidelijke outlier in. Als je hier analyses mee gaat doen, parametrisch gezien, dan gaat die outlier die hierin zitten nogal wat invloed hebben. En met non-parametrische statistiek verdwijnt als het ware die outlier, omdat je eigenlijk alleen maar gebruik gaat maken van de rangordening. Dus dat gaan we hier doen. Ik maak twee plotjes waarbij ik x plot en y plot. Ja. En waarbij je dus de verdeling hier, of zeg maar de datapunten ziet voor deze, voor x en voor y. En we zien ook duidelijk die outlier daarin liggen. En wat rangordening doet, is enkel het toekennen van het rangordennummer aan de score die behaald is. Dus als we de rank-functie toevoegen, dan zien we dat de ordening hier voor allebei, zowel voor x, ik heb hem rx genoemd van rangorde van x, dat die voor allebei gewoon van 1 tot en met 6 loopt. Dus de inhoudelijke waarde, zeg maar, van de scores die je hier bij x en y hebt, ja, die wordt overboord gegooid. En het enige wat er gedaan wordt, is die dingen op volgorde gelegd en een nummer toekennen aan die volgorde. En dat is wat de rangordening doet. Vrij simpel, toch? Volgorde leggen, klaar. Even kijken. Dus op het moment dat je dat doet, dan ben je dus in feite je outliers kwijt. En nou zijn er een paar kleine dingetjes waar je dan eventjes op moet letten. Want het kan natuurlijk zijn dat als jij een reeks getallen hebt die vaker voorkomen, ja, dan heb je ties. Dus twee getallen die hetzelfde zijn en daar moet op een of andere manier mee omgegaan worden. Dus in dit voorbeeld zien we hier bij x de waarde 1, 4, 6, 7, 8, 8, 4, 7, 9. Die heb ik hieronder weer weergegeven. In de bovenste rij. En de rij daaronder is diezelfde x, maar dan geordend. Dus van laag naar hoog. Dus waar we hier 1, 4, 6, 7, 8, 8, 4, 7, 9 hebben, hebben we hier de ordening weergegeven. We beginnen bij 1. 4 komt 2 keer voor. 6 komt 1 keer voor. 7 komt 2 keer voor. 8 komt 2 keer voor. En 9 komt 1 keer voor. En als we die ordenen, zoals we dat nu gedaan hebben, dan moeten we in het ranken een nummer toekennen aan alle waarden die daarin zitten. Dus de non-tied ranks, die hier staat weergegeven, deze, die kent aan elk datapunt gewoon een rangordennummer toe. Dus dit is 1, uiteraard. Dit noemt hij 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makkelijk, toch? Easy. De volgorde van deze twee maakt natuurlijk helemaal niks uit. Of het nou deze vier is of die vier, of dat ze omgedraaid zijn, dat maakt niet uit. Maar de non-tied ranks, dus als je niet gecorrigeerd voor die ties, dan is dit de opeenlopende volgorde die je toekent. En om zeg maar de ties op te lossen, is het voorstel hierin gedaan om die twee die hetzelfde getal hebben, gewoon bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal getallen die hetzelfde zijn. Dus in dit geval hebben we er twee vieren. Die zien we hier. Twee stuks. Als we daar ordening aan toekennen, hebben we de ordening nummers 2 en 3. En om te corrigeren voor ties, tellen we die 2 en 3 bij elkaar op en delen we die door het aantal elementen dat hierin zit. Dus er zitten er 1, 2 in. Dus als ik 2 plus 3 optel en deel door 2, kom ik op 2,5. En dat is de waarde die dan vervolgens wordt toegekend. Dus dat doen we voor deze. 2 plus 3 gedeeld door 2, hier weergegeven, is 2,5. We doen dat ook voor die twee achten die hier staan. Die hebben het rangnummer 5 en 6 gekregen. Dus als ik 5 en 6 bij elkaar optel en deel door 2, komen we op 5,5. Dus de tie-waarde die je toekent is 5,5. En voor de twee achten die ik heb gevonden in mijn dataset, die hebben de waarde 7 en 8. Ook die tel ik bij elkaar op en deel ik door 2. En hebben de tie-waarde 7,5. En van die 9 had ik er natuurlijk maar 1. Dus op die manier corrigeer je voor ties. Is dat te begrijpen? Is niet zo moeilijk, toch? Ja. Okay. Dus op volgorde leggen. Een nummer toekennen. En dezelfde getallen delen door het aantal elementen die hetzelfde zijn. Dus op die manier corrigeren we voor ties. Goed. Nou, dan is de procedure die eigenlijk doorloopt bij zo'n non-parametrische toets eigenlijk het volgende. Dus de assumptie die we hier hebben is eigenlijk enkel dat de groepen die we hebben toegekend random zijn. En die hypothese is dan, zeg maar de nulhypothese is dan eigenlijk dat als je die rangordeningen van groepen toekent, dat eigenlijk voor dat de verhouding van die rangordeningen eigenlijk gewoon gelijk is. Dus dat er geen verschil is. En dat zal zo meteen nog duidelijker worden. Dus je veronderstelt gelijke proportie in de verdeling. En logischerwijs leidt daar de alternatieve hypothese uit dat je verwacht dat dat niet zo is. Dus dat de proporties ongelijk zijn, maar dat je niet weet welke kant het op is. Als tweezijdige toetsing, gezondheid. En als je wel een idee hebt van wat de richting is, dus welke proportie hoger zal zijn, dan maak je er een eenzijdige toetsing van. En dat kan ook. Dus in termen van nulhypothese toetsing en alternatieve hypothese die we gezien hebben bij de parametrische toets, werkt dit precies hetzelfde. Dus je kan daar nog steeds dezelfde verwachtingen van definiëren. Nou, de stappen die doorlopen moeten worden is dat je op basis van die rangordening een toetsstatistiek maakt. Nou, dat hadden we eigenlijk ook met de parametrische statistiek. Moest ook altijd een toetsstatistiek gemaakt worden. Bijvoorbeeld een t-waarde of een f-waarde of een gi-kwadraatwaarde. En de stap die erbij komt is dat je van die gerangordende toetsstatistiek, dat je die gaat standaardiseren. Dus die toetsstatistiek daarvan zegt van nou oké. Ik heb dit gevonden, maar als ik dat standaardiseer, wat moesten we ook weer doen om te standaardiseren? Iemand? Als je een reeks met getallen wil standaardiseren of een getal? De grand mean eraf halen en delen door de standaard error. Ja, precies. Net zoals we dat deden voor een z-verdeling. X gedeeld door x gemiddeld gedeeld door de standaard error van die x. Zo doen we dat hier ook. Dus wat we nodig hebben is de toetsingsgrootheid. Een manier om het gemiddelde van die proporties te berekenen.
en een manier om het gemiddelde van de standaard error van die proportie te berekenen. En met die elementen heb je genoeg in huis om de transformatie te maken van naar een z-verdeling toe. Standaard normaal. Dat is wat ze eigenlijk in deze twee toetsen gaan gebruiken. En vervolgens kan je die z-verdeling, de score die uit zo'n z-waarde komt, ja, die kan je weer gewoon toetsen middels onze gangbare toetsing. Dus we kunnen ook van die z-verdeling gewoon berekenen wat is de gevonden z-waarde en wat is de bijbehorende p-waarde van die kritieke, van die z-waarde. En als die z-waarde weer kleiner is dan onze kritieke grens, of anders gezegd, de gevonden p-waarde kleiner is dan onze criterium alpha, dan verwerpen we de nulhypothese en trekken we conclusies. Dus dat werkt eigenlijk weer gewoon precies hetzelfde zoals we gewend zijn met parametrische toetsen. Het is belangrijk dat je die procedure een beetje in je hoofd hebt, dat je ziet van oké, we gaan een rangordening toekennen. We moeten van die rangordening komen tot een gestandardiseerde rangordening als het ware, indicatiemaat. Van daaruit gaan we naar een z-score en die z-score die gebruiken we gewoon om te toetsen. Dus dat is voor deze komende twee de procedure. Ja? Helder?